Het is 14 november, de algemene beschouwingen zitten erop in het gemeentehuis in Oldebroek. De gemeenteraad is achter de rug, ze zitten nu aan de soep en dergelijke. Bij mij staat Jennifer Zoonbeeld, lijsttrekker nog van de Partij van de Arbeid. Je geeft een stokje over, Jennifer. Dit is voor jou de laatste keer geweest. Wat is jouw ervaring van de laatste algemene beschouwingen? Een dubbel gevoel. Met een dubbel gevoel sta ik hier. Want we zijn ook mee geëindigd dat de theorie hebben we nu met elkaar wel vastgesteld. Maar het blijkt heel duidelijk dat we qua uitvoering nog een hele klus en dat we nog heel veel te gaan hebben. Dus dat is de uitdaging die voor ons ligt. En ja, daar had ik graag nog verder aan meegewerkt. Maar voor mij houdt het hier helaas op. Maar gelukkig zijn er goede mensen die dat van mij overnemen. Maar ja, als het gaat om de inhoudelijke onderwerp van vanavond. En dat is vooral Oldebroek voor elkaar is de discussie geweest. Dan kunnen we concluderen dat de uitvoering nog redelijk in de kinderschoenen staat wat ons betreft. En daar moet nog een hele slag in gemaakt worden op allerlei fronten. En ik hoop dat we dat de komende tijd met elkaar kunnen maken. Vind je het erg jammer om afscheid te nemen van de gemeente? Ja, omdat ik dit een hele mooie taak vind. Die je als inwoner gewoon van je gemeente kunt hebben. Het is een hele mooie manier om nog meer betrokken te zijn bij je eigen gemeente. En dat is heel waardevol. Je krijgt heel veel van de besluiten mee. En je neemt ook heel veel van de besluiten natuurlijk zelf. Maar het is wel tijd na zoveel jaar dat iemand anders het stokje overneemt. Dus in die zin is het ook goed. Ja. Ik gun je de rust. Er zijn 3 moties ingediend door de Partij van de Arbeid. Alle 3 hebben ze het helaas niet gehaald. Kregen geen handen op elkaar. Hoe komt dat? Waar ligt dat aan? Dat verschilt erg per motie. De eerste ging over het armoedebeleid. Vanuit het Rijk zijn er extra middelen, extra geld is er vrijgemaakt om het armoedebeleid verder te ondersteunen voor alle gemeentes. Dus voor heel Nederland wordt dat verdeeld. Voor 2013 kregen wij als Oldebroek 8000 euro. En voor 2014 en 2015 zijn er nog meer middelen vrijgemaakt. Alleen die verdeling is nog niet bekendgemaakt. Wat wij als Partij van de Arbeid graag willen is dat heel duidelijk zwart op wit staat dat het geld dat we krijgen ook echt voor armoedebeleid gebruikt wordt. In principe heeft het college dat ook toegezegd. Zij vinden dat ook en zij zeggen ook ja, dat geld mag je als schoormerk beschouwen. En natuurlijk vertrouwen wij het college, maar we vinden het zo'n belangrijk onderwerp dat we onze motie toch gehandhaafd hebben. We wilden dit toch zwart op wit, zodat het de komende jaren ook echt daarvoor gebruikt kan worden en niet voor een heel ander onderwerp. En inhoudelijk is de hele raad het met ons eens, vindt iedereen dat ook. Alleen niet iedereen vond het nodig om dit nog eens een keer te bekrachtigen op deze manier. Dus dat was onze eerste motie. Wordt er wel vinger aan de pols gehouden dan? Absoluut. We gaan zelfs heel binnenkort al met elkaar praten over de invulling van het nieuwe armoedebeleid, het nieuwe minimabeleid. En dat is al een moment waarop we met elkaar die discussie zullen aangaan. En het zal elk jaar weer terugkeren. Dus in die zin zullen we zeker de vinger aan de pols blijven houden. Of dat dan ook goed terecht komt, dat geld. Wat noemde je nou bedrag? 8000 euro? Ja, voor 2013. En voor 2014 en 2015 is het ietsje meer. In totaal is het 19 miljoen die er landelijk voor vrij wordt gemaakt. En dat wordt dan weer verdeeld over de diverse gemeentes. Maar die verdeelsleutel voor 2014 en 2015 is nog niet bekend. Dus we weten dan nog niet precies hoeveel we krijgen. Wat was de tweede motie die niet gehaald werd? Ja, dit ging over duurzaamheid. Wat wij vinden is dat het onderwerp duurzaamheid nog te weinig aan bod komt in deze begroting die we nu met elkaar vanavond hebben vastgesteld. We wilden graag een manier die aansluit bij Oldebroek voor elkaar. En ons idee was om een duurzaamheidsfonds in te stellen. Dat houdt in dat mensen bijvoorbeeld voor zonnepanelen goedkoop geld kunnen lenen. Dus iets anders dan een subsidie. Ze moeten dat geld weer terugbetalen. Maar dat is over een looptijd van soms 10 jaar. Dat verschilt per bedrag. En tegen een hele lage rente. En dat betekent dat veel meer mensen gewoon zonnepanelen kunnen kopen. En uiteindelijk kunnen ze met het geld dat ze besparen op hun energierekening prima deze lening aflossen. Op de lange termijn kost het ons als gemeente geen geld en de burgers hebben er voordelen van. Dus het leek ons een manier die ook perfect past bij Oldebroek voor elkaar. Alleen de meerderheid van de raad wilde hiervoor geen middelen vrijmaken. Dus dat was onze tweede motie. Tegenvaller? Ja, ik had echt gehoopt dat dat gesteund zou worden. Omdat het een onderwerp is waar we al vaker aandacht voor hebben gevraagd. En zeker ook omdat we
nog niet zo lang geleden, in 2012, 8 miljoen te besteden hadden van onze nu al gelden. En een van de onderwerpen waaraan we dit zouden besteden zou duurzaamheid zijn. Dat hebben wij nog weten te bewerkstelligen toen we de voorwaarden bespraken met elkaar van waaraan mogen we dat geld nou uitgeven. En er is 0,0 nog van dat geld aan duurzaamheid besteed, van die 8 miljoen. En we hebben vanavond maar een ton gevraagd. Dus dan kun je een beetje voorstellen dat het wel heel teleurstellend was dat zelfs dat niet vrijgemaakt kon worden voor duurzaamheid. En het is ook nog een ton die je uiteindelijk op lange termijn weer terugkrijgt. Dus dat vonden we erg jammer. Je voelt je een klein beetje in de kou staan. Ja, in die zin wel. Dus dat was erg jammer. En hetzelfde geldt ook voor onze derde motie. Want dat was een motie waar geen middelen voor vrijgemaakt hoefde te worden. En wij zijn we hopen gewoon echt dat in onze gemeente geen boringen plaats zullen vinden voor schaliegas. Juist omdat we ook ons mooie waterwindgebied hebben. Zelfs in Kampen, dat heeft mijn fractiegenoot Bert-Jan Dokter vanavond nog uitgelegd. Krijgen ze water vanuit ons waterwindgebied. En in Kampen hebben ze deze motie die wij hebben ingediend vanavond ook aangenomen. En die motie spreekt zich uit voor een schaliegasvrije gemeente. Landelijk is die discussie ook geweest. Dat zal iedereen vast wel hebben meegekregen. Steeds een beetje? Ja, want de minister die zegt nog steeds van de gemeente gaan daar niet over. Wij bepalen dat. En als gemeente en als provincie Gelderland heeft het signaal ook al gegeven. Willen we gewoon heel krachtig het signaal geven. Gewoon geen schaliegasboringen hier. Omdat we dat niet verantwoord vinden op deze plek, in deze gemeente. En dan kun je onderzoeken, want dat was het argument van het college. We willen dat eerst onderzoeken. Nou, wat ons betreft liggen die onderzoeken er allemaal al. Het is gewoon niet verantwoord om dat hier te doen. En dan hoef je niet eens onderzoek voor in te stellen. Zelfs de burgemeester zei al, nou, dat bespaart ons dan mooi weer wat ambtelijke uren. Nou, dat doen we graag. Alleen helaas is ook deze motie niet aangenomen. Maar goed, als de provincie tegen is, dan mag je toch eigenlijk al aannemen dat de provincie natuurlijk een grote vinger in de pap heeft. En die zegt van, Wezep is, of Oldebroek is provincie Gelderland, er wordt niet geboord. Ik hoop het, maar in dit soort gevallen is het volgens mij vooral een kwestie van ook je stem laten horen. En daarom hebben wij hem ingediend vanavond. Want hoe meer mensen, hoe meer gemeentes, hoe meer provincies hun stem laten horen, hoe eerder het door zal dringen in Den Haag, denk ik, dat we dit gewoon echt niet moeten willen met elkaar. We moeten echt toe naar duurzame energie en daar is dit niet een vorm van. Als je nu terugkijkt op de afgelopen 4 jaar, bijna 4 jaar, dat je in de raad hebt zitting gehad, kijk je dan met een goed gevoel terug? Ja, in die zin dat we heel veel werk verzet hebben met een kleine fractie als PvdA-fractie. En daar ben ik echt ontzettend trots op hoe we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. We moesten onze weg vinden als oppositiepartij. Dat was natuurlijk een hele verandering na heel veel jaren in de coalitie. Ik denk dat we dat op een hele respectvolle en waardige manier naar de andere raadsfracties toe en naar het college toe hebben gedaan. En daar ben ik ook trots op dat we dat met onze fractie zo op die manier hebben kunnen doen. Waar ik me wel zorgen over maak is, nou, als je terugkijkt op de afgelopen periode, is het geen stabiele periode geweest. En zelf denk ik dat we als PvdA heel goed een stabiele factor kunnen zijn. We hebben dat de afgelopen periode bewezen als oppositiepartij, daarvoor heel lang als coalitiepartij. Toen was het volgens mij nog duidelijker. Ik denk dat we ook als oppositiepartij, zoals gezegd, hebben laten merken dat wij een betrouwbare partner zijn. En ik hoop dat die stabiliteit de komende periode mogen voortzetten, juist als coalitiepartij. Want ik denk dat onze gemeente dat heel hard nodig heeft, die stabiliteit. Want ik ben ermee geëindigd dat onze eerste bijdrage, vanavond mondeling, dat Oldebroek voor elkaar alleen gaat werken als wij als politiek zelf het goede voorbeeld geven. En ik denk dat wij daar als Partij van de Arbeid een hele belangrijke rol in kunnen spelen. En ik hoop ook dat we dat na de volgende verkiezingen mogen doen. Want ik denk dat onze gemeente dat echt goed kan gebruiken. Ik hoop dat je woorden waarheid worden. En we wachten het af tot 19 maart. Moeten we nog even in spanning blijven zitten. Maar na de verkiezingen zullen we het vast weten. Dankjewel. Ik zou zeggen heel veel sterkte en veel wijsheid. Mijn meester Henk Kemp, lijsttrekker van de VVD. En ook weer de lijsttrekker voor de nieuwe VVD 2014. Als ik dat even zo mag zeggen. Ja. Maar we hebben nu de algemene beschouwingen gehad. Wat is jouw eerste indruk? Nou, eerlijk gezegd positief. Om te beginnen in ieder geval voor wat betreft de vergadering was redelijk constructief. En niet te veel heen en weer discussiërend van en we blijven maar op en neer gaan zonder dat er uiteindelijk iets uitkomt. Ik denk dat het vanavond redelijk concreet is gebleven voor een aantal zaken. En voor onszelf betreft met betrekking tot de programmabegroting. Ja, het is natuurlijk een verhaal van de coalitie. Zo simpel is het gewoon, dat is ook zo.
En als oppositie hebben wij een aantal zaken willen bijsturen, laat ik het maar zo zeggen. En dat is grotendeels gelukt. En dat is wel eens anders geweest. En we kregen voldoende meerderheden voor een aantal wijzigingsvoorstellen. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Een motie was de hondenbelasting. Een oud onderwerp misschien, ik weet het niet. Maar als ik zo Huffenberg hoor, dan is het uit verleden tijd weer eens opgedaan. Die willen jullie afgeschaft hebben. Waarom eigenlijk? Nou, je hebt inderdaad gelijk. Het is al iets wat al een aantal jaren loopt. We hadden het ook in het verkiezingsprogramma al eerder ook opgenomen. Omdat wij vinden namelijk, het is een willekeurige belasting die je zomaar ergens, toevallig omdat iemand eigenaar van een hond is, zeg je tegen hem dat hij dat tegen de 80 euro per jaar moet betalen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat de gemeenteraad in zijn totaliteit, een meerderheid, heeft besloten, we doen niets aan beleid op dat gebied. Nee, maar het is ook bijvoorbeeld toch de vervuiler betaald. Dus ja. Je hebt gelijk. En dat is ook zo. Maar op het moment dat de gemeenteraad besluit, we voeren totaal geen beleid. Dat betekent dus dat we er niets voor doen. In het verleden was het zo dat de hondenbelasting werd onder andere gebruikt om acties te organiseren tegen hondsdolheid en zulke soort gekkigheid allemaal. En misschien ook wel zaken in het gebied als opruimen van hondenpoep en dergelijke. Maar dat is niet meer. Er gebeurt helemaal niets voor het geld. Helemaal niets. Nou ja. Het enige wat gebeurt is dat we een belastingaanslag sturen naar de eigenaren. Ja, en wat denken we dan voor die afvalzakjes? Nee, ook niet. Helemaal niets. Dat beleid is allemaal afgeschaft. Dat is eventjes ook de crux in dit verhaal. Dat we zeggen, nou weet je wat, dat is weer eens een goede aanleiding om het op de agenda te zetten. Omdat er met z'n allen allang is afgesproken dat we er niets voor doen. Ook geen zakjes en ook geen BOA, zo'n bijzondere opsporingsambtenaar die kijkt of een hond is aangelijnd. Helemaal niets. Ja, dan denk ik dat het een onterechte, willekeurige belasting is. Toevallig omdat iemand een hond heeft, krijgt hij in één keer een rekening van een kleine 80 euro. Dat moet niet meer in deze tijd. Dat zou hetzelfde zijn als dat ik willekeurig tegen alle inwoners van Oldenbroek zeg. Jongens, wie heeft er een rode fiets? Gaan we daar belasting op heffen? Ja. Nou, oké, prima. Dat doen we dus niet. Maar als je dus dan gaat zeggen van geen hondenbelasting. Ja, het scheelt in de gemeentelijke portemonnee, zeg een aantal gulden, euro's. Dan denk ik van ja, waar haal je dat geld dan vandaan? Nou, dat is eventjes precies het reflex waar een aantal fracties ook inschoten. De bedoeling van ABO en VVD was op dat moment de discussie aan te zwengelen van vinden wij met z'n allen het nog steeds wenselijk dat we een dergelijke willekeurige belasting zomaar bij burgers naar binnen gooien. Maar dan even mijn vraag daarop. Is het dan nodig dat je dat bij de algemene beschouwingen gaat bespreken? En was het dan niet raadzaam geweest om in een commissievergadering te doen? Zou je zo in een commissievergadering kunnen doen, maar uiteindelijk een commissievergadering is niet besluitvormend. Dus dan komt het uiteindelijk toch weer in de raad. Maar dan heb je het wel op de agenda. Dan heb je het wel op de agenda. En de andere kant van het verhaal is dat wij vanavond ook de belastingverordeningen voor 2014 hebben bepaald. Dus als ik het volgende week had gedaan, dan had iedereen gezegd, nee, dat had je met de begroting moeten doen. Maar goed, je hebt er ook een stemadvies bij afgegeven. En dat had je dus kunnen doen en zeggen van nou, dit onderwerp wil ik doorgeschoven hebben naar de eerstvolgende raadsvergadering of commissievergadering, zodat het nog eens een keer op de agenda terugkomt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden natuurlijk. Wij wilden dat vanavond doen. En wij wilden ook met de belastingverordening, vandaar dat we daar ook een stemverklaring over hebben afgelegd. Wij wilden dat vanavond doen en zeggen van weet je wat, als raad zijnde nemen we het besluit dat we in de toekomst de hondenbelasting afschaffen. Ik snap wel dat het voor de komende jaren niet lukt, omdat het bedrag, en dan praten we over 140.000 euro om en nabij, dat is al in de begroting opgenomen. Dus als je zegt van we gaan voor het komend jaar afschaffen, ja dan heb ik een probleem. Want daar is qua financiën al op gerekend in de gemeente. Maar voor 2015 zou dat heel goed kunnen. Alleen het jammer is, en dat is, vinden wij ook, en dat was ook een bezwaar vanavond, op het moment dat je met een dergelijk voorstel komt, dan wordt door een aantal fracties niet meer gekeken of het redelijk en billijk is. Nee, er wordt meteen gekeken naar wat doen we met het financiële gat. Terwijl men niet meer kijkt naar de principiële keuze, waarom hef ik überhaupt daar belasting op? En is dat eerlijk, is dat willekeur of is dat bewust? En daar wilden we naartoe. Uiteindelijk, we hebben er heel veel over gesproken vanavond. Uiteindelijk is er toch een motie geformuleerd van gaan we er in de toekomst over praten? Nou, dat gaan we gelukkig nou eindelijk doen. We gaan praten over is dat inderdaad reëel? En dan gaan we kijken van hebben we een financieel gat? Moeten we dat dekken? Of moeten we gewoon zorgen dat we gewoon dat geld niet nodig hebben? Met andere woorden, we passen de begroting erop aan. De motie is wel niet aangenomen, maar je hebt toch iets gewonnen. We hebben er zeer zeker iets over gewonnen. Behalve dat iedereen er nu over na gaat denken, komt het de volgende keer op de agenda. En dan zal iedereen gewoon hom of kuit moeten geven. Ja. Als je terugkijkt naar deze 6 uur vergaderen, ben je moe en ben je voldaan?
Ik ben, nou moe valt wel mee, ik ben wel heel erg voldaan. Omdat bijna alle moties en amendementen waar de VVD zijn handtekening onder gezet heeft, bijna alles zijn aangenomen. Dat is een felicitatie waard. Dat dacht ik ook, ja. Oké, bedankt. En ik zou zeggen nog een hele fijne avond. Tot zo, bedankt. Prima. Bij mij staat Engbert-Jan Ruitenberg, een nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Maar nu nog gewoon woordvoerder van bepaalde onderwerpen. De afvalbarometer. Wat is dat voor een nieuw fenomeen die gelanceerd is vanavond? Nou, het is niet zozeer een nieuw fenomeen. We hebben het al meerdere keren onder de aandacht gebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat we door een betere communicatie naar de bevolking en dan met name door grafieken of tabellen inzichtelijk kunnen maken van als we nou het afval nog beter gaan scheiden en daardoor het restafval veel minder maken, dat het direct verwerkt wordt in het tarief voor afvalstofheffing. Dus ik denk dat mensen nu nog te veel van uitgaan van nou, ik kan die grijze container volgooien, ik betaal toch dat vaste tarief. Maar als we met elkaar kunnen zorgen dat we nog beter gaan scheiden en het restafval nog veel minder maken, nou, dan is er nog heel veel winst te halen. En als we dat in die tabel of in die grafiek goed duidelijk kunnen maken wat het dan ook oplevert in euro's, maar voor ons nog net zo belangrijk in milieu, in CO2-uitstoot, nou, dan ben ik ervan overtuigd dat we mensen nog kunnen motiveren om toch dat nog beter te doen. Ja. Gewoon winst. Ja. Nou hebben we 3 containers. We hebben een groene. He, voor het groene afval. We hebben een papiercontainer en we hebben die grijze container. En met dit laatste, die grijze container, daar gaat het over. Maar waarom scheiden wij nog niet het plastic uit die grijze container? Nou, dat is een keuze die we gemaakt hebben. Dan heb je ook al heel wat gewonnen, toch? Nee, maar dat is dan niet zozeer het restafval. We hebben in Oldebroek een keuze gemaakt dat het plastic afval in de nascheiding gaat. Dus je kunt kiezen om het voorscheiding te doen. Maar er is ook een systeem, er zijn ook afvalverwerkers die het plastic er gewoon uithalen in de nascheiding. Dat is op dit moment nog goedkoper. Dus dat is gewoon een keuze die je maakt. Maar hoe moeten we dan nog beter scheiden? Nou, het blijkt dat er in het restafval, per inwoner hebben we 260 kilo restafval per jaar. Als we dat gaan analyseren, dan blijkt dat het werkelijke restafval 115 kilo is. En waar blijft de rest dan? We kunnen dus nog 150 kilo daaruit halen per jaar. Dus er zit nog heel veel GFT-afval in de grijze container. Er zit nog heel veel textiel in de grijze container. Er zit nog heel veel klein chemisch afval in de container. Er zit nog veel elektrische apparaten in die container. Dus er zijn nog steeds mensen die scheiding nog niet doen. En dat kan ik me voorstellen als je van de ene kant dan niet gemotiveerd bent en niet duidelijk gemaakt wordt dat ook winst is voor jou. Dan kun je zeggen, ja, maar als ik er alleen niet aan meedoet, dat helpt niks. Nee, maar als we het met elkaar doen en we kunnen dat inzichtelijk maken en hoeveel we daarop kunnen verdienen, dan kunnen we er maar zo 50 euro per jaar mee verdienen als we dat beter gaan doen. Ja, voorbeeld. De gemeentewerf is open voor alles met een stekker. Ja. Alleen, ik werk. En dan heb ik het niet daarheen te brengen, want dan kom ik voor de dichte deur. Dat zou dus kunnen betekenen dat je misschien ook iets in de openingstelling zou moeten doen. Nou, ik denk dat die openingstijden voor bij de gemeentewerf ruim voldoende zijn. Alleen het is niet misschien nog te makkelijk dat je denkt van nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin aan, bam, ik gooi het in de grijze container. Maar als je weet dat je dat 3 keer per jaar, en dat is dan misschien 10, 15, 20 kilo, er niet in gooit. En als elke burger dat ook niet doet en het levert je 20, 30 euro winst op aan de afvalstoffenheffing, dan denk ik dat je meer gemotiveerd bent om dat te gaan doen. Ja. Nou hebben wij thuis altijd ruzie over kleding, versleten kleding. Ik zeg, het moet niet in een grijze container. Mijn vrouw zegt, dat moet je wel in een grijze container doen. Ik zeg, dat moet je in de bak doen van het leger des Heils. Ze zegt, dat kunnen ze dat niet meer gebruiken. Wie heeft er nou gelijk? Nou, ik denk dat je dat zelf ook heel goed weet, Bert. en dus alle kleding, kijk. Het gaat niet om de kleding die nog geheel is, die nog gebruikt kan worden. Maar gewoon alle kleding hoort in de container van het leger des Heils. Daar wordt het weer gesorteerd. De bruikbare spullen gaan voor hergebruik. En de niet bruikbare spullen kunnen ze ook nog wat mee doen. Dat betekent dus dat duidelijk gecommuniceerd moet worden. Ja, nou, en dat is ook onze bedoeling geweest van de motie. Duidelijke tabellen aangeven, daar ook een duidelijke tekst onder. Nog eens een keer duidelijk uitleggen van hoe zit het nou met al die producten die we kunnen scheiden. En dat is dan veel tekst. Maar de motie was vooral ook gericht op dat we daar een duidelijke, ja, we hebben het een afvalbarometer genoemd. Maar dat er heel duidelijk inzichtelijk wordt van waar staan we nu als Oldebroek. Wat ten opzichte van het Nederlands gemiddelde, wat is ons streefdoel en
wat kunnen we daar financieel, maar ook qua milieuuitstoot mee bereiken. En dan denk ik dat mensen wel gemotiveerd zijn om dat meer te gaan doen. Nou, zijn we ook Nederlanders die dus wel vlug plaatjes kijken, maar weinig lezen? Denk je dat ze tabellen kunnen lezen? Nou, het moet een plaatje worden en ik heb begin van het jaar al eens een keer een voorbeeld ingeleverd bij de wethouder. Die daarom vroeg, omdat we hadden al meerdere keren niet om gevraagd. Die vroeg mij toen van, wat denk je dan aan? Nou, ik heb er een keer een paar uur aan gewijd om daar wat voorbeelden van te maken. Dan ben ik grafisch en technisch met die computer helemaal niet zo onderlegd. Maar dit is me gelukt en hij heeft me zelfs gezegd van, hartstikke mooi, hier gaan we wat mee doen. En dan verbaast je dat het in de begroting toch weer niet opgenomen is. Nou, en daarom hebben we nu vandaag gezegd, en nu gaan we er een keer een motie aan wijden. Want iedereen zegt iedere keer van hartstikke goed voorstel. Alleen het wordt niet opgepakt. Nou, en gelukkig is nu de motie met hier vanavond unaniem aangenomen. Nou, dus ik ben er ook voor overtuigd. De wethouder heeft het ook toegezegd dat het opgepakt wordt en uitgevoerd. Ja, nu is alleen nog zo de vraag van hoe wordt het gecommuniceerd? Gaan we het via het huis-in-huisblaadje doen of gaan we het anders doen? Dus dat is weer een volgende stap in de communicatie waarschijnlijk. Nou, nee, de motie was ook opgenomen dat het twee keer per jaar in huis-in-huis moet gebeuren. Ik heb begrepen van het college dat ze ook bezig zijn met een afval-app die je dan op je mobiele telefoon kunt laden. Nou, wat dat precies is, weet ik niet, maar dat wordt in RNV-verband opgepakt. Dus aan alle kanten wordt eraan gewerkt om nog beter te communiceren. Ja. Als je terugkijkt naar deze 6-urige dure vergadering, hoe kijk je dan terug? Nou, ik kijk er heel goed op terug. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat uiteindelijk de begroting unaniem aangenomen is. Nou, dat geeft toch aan dat de hele raad toch een stuk vertrouwen heeft in de begroting die voorgelegd is. En wat ik ook een heel belangrijk winstpunt vind, is dat we een goede inhoudelijke discussie gevoerd hebben hoe we om willen gaan met Oldebroek voor elkaar. De afgelopen tijd is natuurlijk in de media daar wel wat aandacht in geweest. En dat de verschillende partijen zeggen van, nou, het gaat helemaal fout. En dat gedurende de raadsvergadering toch eigenlijk wel met elkaar eens waren hoe we het aan willen pakken. Nou, het college heeft daar ook duidelijk antwoord op gegeven van hoe ze omgaan met de werkgroep, welke mogelijkheden erin zijn en hoe ze terugkomen naar de raad. Nou, en ik denk aan het eind van de discussie dat we daar toch wel met elkaar van overtuigd waren dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. We willen dingen overdragen naar de samenleving, maar we willen ze niet overbelasten. Maar wel stimuleren, activeren en ondersteunen wat ze kunnen en ik ben ervan overtuigd ook willen doen. En daar staan we met z'n allen voor. En dat vind ik een heel groot winstpunt van deze vergadering. Ja, dat heb je niet meteen volgend jaar bereikt. Het heeft nog wel een lange weg te gaan natuurlijk, maar dat zal je vast lukken. Nou, dat heeft inderdaad een lang traject. We moeten als overheid daar ook leren mee omgaan. Het is natuurlijk een hele andere houding ook van de overheid. Die in het verleden alles deed en wist wat goed was voor de burger. Ik denk dat we deze beweging die we met elkaar maken ook heel veel voordelen kan hebben. En het samen doen, het samen verbinden en weer samen als buurt dingen oppakken. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het ook heel veel winst op kan leveren. En er kan er best hele mooie dingen uit voortkomen. Ja. Even een blik naar volgend jaar, 19 maart verkiezingen. Hoe zie je dat zitten? Nou, helemaal goed natuurlijk. Ik sta te popelen om me volop in te zetten voor de ChristenUnie. Onze standpunten uit te dragen waar we voor staan. En ik denk dat alle partijen er zo in zitten. En ik zie uit naar een mooie verkiezingscampagne. Waar we elkaar op inhoud proberen te overtuigen. En dat mag ook best een beetje scherp gaan. Maar ik hoop wel dat we op een hele mooie, correcte manier met elkaar om kunnen gaan. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, heb je voor jezelf ook nog een doelstelling genomen? Je bedoelt een doelstelling van hoeveel zetels we zouden moeten halen. Nou, dat vind ik dan helemaal. Tuurlijk, je doet je best om je standpunt uit te dragen. Nou, en dan is het voor mij ook goed dat de mensen die daarvan overtuigd zijn, dat die zeggen van, nou, dat is een partij, daar wil ik op stemmen. Daar heb ik vertrouwen in. Die mensen, die wil ik graag vertegenwoordigen hier in de Raad. En als dat meer of minder is, dat is dan zo. Dat is dan een democratische afweging en dat hebben we te respecteren. En daar heb ik voor mij geen doelstellingen of een lat neergelegd van hoe dat moet zijn. Nee. Maar je gaat ervoor? Ja, absoluut. Vol 100%. Goed, ik wil je bedanken en ik wens je heel veel succes. Graag gedaan. Fijne avond. Bij mij staat burgemeester Hogedoorn. Burgemeester, we hebben de algemene beschouwingen erop zitten. Het is wat laat in de avond geworden. De klok begint ook al te slaan. Hoe kijkt u terug? Met een goed gevoel. Inmiddels zijn we al een poosje verder natuurlijk. De vergadering is al even afgelopen. Dus we zijn best netjes op tijd. Het ging wel erg rap, hè? Is de vergadering al afgerond. We hebben, vind ik, een goed debat gehad. Een goede sfeer. En wat ook wel mooi is, is dat de begroting unaniem is vastgesteld. Dat is de afgelopen 2 jaar ook niet het geval geweest.
Dus het is goed om te constateren dat we dit jaar echt goed in staat zijn om elkaar inhoudelijk het debat te voeren. Amendement aangenomen, een aantal moties aangenomen. Dus dat moet ook gewoon gebeuren in het politieke arena. Maar uiteindelijk dan toch een begroting waar heel de raad achter staat. En dat is ook voor het college een mooi resultaat. Ja. Dus u kijkt tevreden terug. Er zijn voor volgend jaar wel wat kanttekeningen gemaakt natuurlijk. Want hondenbelasting en dergelijke, een hekelpunt. Wat vindt het college daarvan? Hondenbelasting is natuurlijk een bestaande belasting. Het is legitiem als de politiek er de aandacht voor vraagt of je dat wel moet handhaven. Er is ook landelijk wel wat over het nieuws geweest. Hè. Er zijn ook gemeenten geweest of partijen geweest die hebben bij de Hoge Raad dat aangekaart. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat het een legitieme belasting is. Het staat ook in de wet dat het gegeven mag worden. Maar nogmaals, het is legitiem om het ter discussie te stellen. Daar kun je het over hebben. Alleen het effect is wel dat er een gat in de begroting zit. Dus daar kunnen we natuurlijk ook niet buiten omgaan. Dat moeten we dan ook wel in de discussie betrekken. Hoe dat dan op te lossen. Ja. Het is nog wel een onderwerp wat vaker terug zal komen in raadsvergaderingen, in commissievergaderingen. Nou, uit de beantwoording van het college heeft u begrepen dat het college daartoe niet het initiatief zal nemen. Maar het staat de politiek wel vrij om dat te doen. Ja. Goed, wat ik ook erg veel hoorde was Oldebroek voor elkaar. In januari heeft u dat eigenlijk ingezet. Het is nu november. Dus na 11 maanden tijd zit dat al erg goed tussen de oren. Daar ben ik ook erg blij mee hoe dat debat gegaan is vanavond. We hebben best wel, dat moet ik ook wel stellen denk ik, redelijk massief ingezet met de Oldebroek voor elkaar. Het is best wel heftig, er zit ook aan gekoppeld dat we bezuinigen. Alleen als college willen we daar niet in blijven steken. We willen met de samenleving in gesprek. Nu we minder geld hebben, hoe kunnen we dan op een andere manier de dingen in de benen houden? En hoe kan de samenleving daar zelf ook meer verantwoordelijkheid in nemen? En dat heeft ook heel veel positieve effecten in de sfeer van minder individualisme, meer solidariteit, meer saamhorigheid, betrokkenheid, trots ook op wat je met elkaar voor elkaar kunt krijgen. In de samenleving merken wij dat we steeds beter in slagen om daar ook de goede verbinding met bijvoorbeeld dorpsoverleggen, verenigingen, maatschappelijke organisaties te maken. Maar nogmaals, we zijn wel redelijk massief die discussie ingegaan. En ook als college merken we dat wij ook als college moeten bewegen. Want je hebt ook draagvlak en haalbaarheid op je agenda te houden. Dus als college bewegen we daar ook in. Om verder te komen, om die samenleving meer te stimuleren en activeren. En ik merk dat bij de raad er ook beweging is. Dat in eerste instantie ook met enige huiver werd tegemoet gezien. Oldebroek voor elkaar, in de zin van dat is alleen maar bezuinigen verder niks. Maar bij de raad merk ik ook dat men er steeds meer in meedenkt. Het besef dat we deze kant op moeten is eigenlijk, kun je zeggen, algemeen inderdaad. Anders was de begroting ook niet unaniem aanvaard. Alleen heb je nog wel een discussie met elkaar te gaan van ja, hoe vullen we het verder in? Dus hoe meer we de concretisering ingaan, hoe meer je daar ook met elkaar over moet doorspreken, hoe ziet het er dan uit? Ja. Het is natuurlijk wel zo van, in de raad en het college is er mee gekomen, die staat er helemaal unaniem achter, die kan er ook mee werken. Die heeft het ook begrepen, zeg maar. En de raad begrijpt het nu ook. Maar dan zitten we dus eigenlijk in de andere fase, de burger, die dus niet zozeer betrokken is bij bepaalde overlegorganen. Begrijpt hij het nu ook? Of moet hij dus daar nog iets aan de communicatie doen? Hij heeft vanavond kunnen horen dat ook fracties met dorpsbelangenverenigingen praten, met sportclubs praten. Heb ik nog maar een tussenlaag. Maar degene die dus nergens aan meedoet, dus die ergens aan de kant, aan de zijlijn staan. U heeft dan meer over de individuele inwoners. Die worden wel meer en meer betrokken. Ik bedoel, wij hebben inmiddels toch een 3-4-tal dorpen hebben we gespreksavonden gehad. Komende week, donderdagavond, is er weer een avond in het Loo. Georganiseerd door de klantbordgroep van het Loo zelf. Die avonden zijn meestal toch wel redelijk goed bezocht door inwoners van die dorpen. En daar zijn deze thema's ook aan de orde. En ik merk dat ook bij de dorpsgroepen. Het is een beetje moeilijk om daar een duidelijk woord voor te vinden. Want in het ene dorp heet het dorpsbelangenvereniging. In het andere heet het klantbordgroep. Dus het heeft allemaal verschillende namen. Geeft ook niet. Maar elk dorp zijn er groepen mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee in die dorpen.
En daar ook zeg maar, initiatieven nemen, dat soort avonden organiseren. Daar ook onderwerpen op de agenda plaatsen voor de gemeente. Maar ook veel meer eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat wordt er nog gedeeld met de inwoners van die dorpen zelf. Vanavond hebben we ook gesproken over de burgerbegroting. We willen echt de kant op dat de inwoners van dorpen veel meer zelf kunnen bepalen wat er moet gebeuren met de budgetten die wij in onze beheerplannen beschikbaar hebben. Voor bijvoorbeeld het groenonderhoud, wegenonderhoud, rioleringsonderhoud, verlichting, noem maar op. Dat de dorpen veel meer zelf daar prioriteit in kunnen stellen. En zelfs ook zo dat als er meer zelfwerkzaamheid wordt opgepakt, als er dan daardoor ook geld overblijft, dat dat voor die dorpen zelf bestemd is. Dat zij zelf mogen bepalen wat ze met dat overschot aan geld willen doen. Ja, nou begrijp ik groen onderhoud, dat kan ik begrijpen. Dus dan ga ik met mijn eigen grasmaaier het veldje tegenover mijn huis maaien. Maar wegenonderhoud, dat snap ik dus niet. Ja, de goten schoonmaken, dat snap ik dan nog wel. Zeg maar even de bezem erbij pakken en de putten zo vrijmaken. Maar asfaltering en zo, dat zal toch niet bij de klankbordgroepen terechtkomen? Nou ja, goed. We hebben natuurlijk in onze beheerplannen een cyclus staan van één keer in de zoveel tijd moet een straat herstraat worden of geasfalteerd worden. En dat doen we dan ook op die wijze, want zo hebben we dat ingepland. Maar het is legitiem als op een gegeven moment een dorp zegt van nou, die straat is wat ons betreft allemaal nog wel oké. Of we gaan het zelf nog wel een beetje bijlappen. Als we op die wijze bijlappen in de zin van de zwakke plekken bijvoorbeeld in bestrating zelf even opkrappen. Er wonen ook heel veel dorpen wonen nogal wat stratenmakers. Dat, als die het dan zeggen, zo ligt het voorlopig weer genoeg bij. En als we op die wijze dan geld kunnen besparen, kunnen we dat met dat geld andere dingen doen. Natuurlijk de aansprakelijkheid. Blijft bij de gemeente, dus de gemeente zal er ook wel zeg maar randvoorwaarden in hebben in de ondergrens. Hè? Want we moeten niet, doordat een dorp zegt, nou die straat hoeft niet herstaat te worden, als gemeente risico lopen van aansprakelijkheid. Dat kan niet. Maar je kunt je echt wel voorstellen dat er ook daar toch door de dorpen bepaalde keuzes in worden gemaakt. Zeg, nou, als we het zelf een beetje opknappen, dan kan die weg nog wel 10 jaar mee. Ja. Nou heb ik een ander ding erbij. Er is ook over speelveldjes gesproken. Waarom kan dat ook niet in die cyclus meegenomen worden? Nou ja, de speelregelen zijn er een beetje uitgelicht vanuit de kentakendiscussie. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat dat onderwerp op de duur gewoon meer geïntegreerd wordt in het geheel van de openbare ruimte. Maar we kunnen ook niet alles tegelijkertijd. We zijn ook van plan als het gaat om die burgerbegroting waar ik het net over had per dorp. Om eerst met een tweetal dorpen het komende jaar zeg maar, een soort experiment te gaan doen. Om te kijken van nou kunnen we dat met elkaar aan? Kunnen we dat steeds verder ontwikkelen? Dus je hebt wel even tijd nodig om dat goed weggezet te krijgen in de dorpen. Dat kun je niet van vandaag op morgen aan de dorpen overlaten. Daar moeten we even een paar jaar de tijd voor nemen. Maar op den duur zou het onderwerp speelgelegenheid zeker daarin geïntegreerd kunnen worden. Ja. Dan hoef je eigenlijk niet allemaal eigen stichtingen te lopen maken van speelveldjes en dergelijke. Want dan blijft het toch eigenlijk onder het mom van het klankbordgroep of welke groep het mag mogen zijn. Ja, dan ga je het wat meer per dorp organiseren. Dat is een mogelijkheid. Het is wel zo dat bijvoorbeeld met name in het dorp Wezep we ook wel aandacht moeten geven aan het feit dat de schaal van Wezep natuurlijk nogal wat groter is dan van bijvoorbeeld het Loo of het Noordeinde, noem maar even wat. Dus dat geeft ook al aan dat je het dan ook anders moet organiseren. Afgelopen week heb ik ook een gesprek gehad met met de klankbordgroep van Wezep. Dus daar wordt ook aan gedacht om het misschien daar zo te organiseren dat je Wezep opdeelt in wijken. En daarboven dan zeg maar, als overkoepelend orgaan de klankbordgroep houdt. Maar dat vergt gewoon een andere wijze van organiseren. Ja. Nou hoorde ik ook vanavond dat met ingang van 2015 de dorpscontactambtenaar eigenlijk uit het beeld gaat verdwijnen. Eigenlijk jammer toch? Nou, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als hij, korte lijntjes. Als hij nodig is, dan is het jammer als dat hij verdwijnt. Maar als hij overbodig gemaakt kan worden, is dat niet jammer natuurlijk. Hoe maken we hem overbodig? Hoe meer zeg maar, de dorpen zelf het dorpsrichtwerk zelf kunnen oppakken. Hoe meer zij zelf de dingen kunnen agenderen, hoe minder daar de dorpscontactambtenaar voor nodig is. Althans in de omvang zoals het nu georganiseerd is. Ik heb vanavond ook al aangegeven, een bepaald contact is er altijd nodig. De dorpen moeten de weg weten hier in dit huis, anders zijn ze daar veel te veel tijd mee kwijt. Dus wij gaan daar een bepaalde vorm van zogenaamd accountmanagement voor ontwikkelen.
om te voorkomen dat het daarop gaat vastlopen. Want dat moet natuurlijk niet. Er moet gewoon een hele goede communicatie georganiseerd worden tussen het gemeentehuis en de dorpen. Want we moeten geen zoektochten gaan organiseren. Geen doolhoven? Nee, absoluut niet. Dus dat gaan we zeker organiseren. Maar dat hoeft niet per se via de vorm van de dorpscontactambtenaar. Goed, als u de al met al terugkijkt, gaat u met een positief gevoel naar huis toe? Zeker weten. Goed. Ik wens u heel veel sterkte en wel rusten voor straks. Dank u wel. Merci.